heeft wel echt een grote reet. Ja, wil je er dat ik op je ga zitten? Zeker dat je dit gaat doen, joh. Nu ik erover nadenk, zou ik het toch wel doen. Wow, dat ging niet helemaal goed. In deze video ga ik naar een trampolinepark. En we gaan daar springen. Ik ben met Julia en Sean en het trampolinepark is nog steeds van Timo en Lars. En we gaan alle regels verbreken van het trampolinepark, want dat is leuk. Ja, dat is nog leuk. Dus blijf vooral kijken, want het wordt heel grappig. En ook met veel mislukkingen, zoals deze voice-over. En hey, Sebastian, ik zie dat je kijkt. Dus klik maar op die abonneerknop. Klik op die abonneerknop. Ah, oké, dan gaan we. Nou ja, ik weet helemaal niet wie jullie zijn. Oh, ik ben duizelig, Hey, oh, hey, Jules, wat heb je gedaan om je voor te bereiden? Jij? En wat jij? Ik ga je terug. Jules, wat heb je gedaan om je voor te bereiden? Ik heb Sean meegenomen, want dan, ik weet niet of we een spel gaan doen, maar dan weet ik zeker dat ik win. Oh, oké. Okay. Wat heb je gedaan om je voor te bereiden? Basic aangetrokken. Het ziet er wel heel blitz uit, hoor. Yo, Timo, wat heb jij gedaan om je voor te bereiden? Ik ben wel eigenaar van het park. Oh, dat is een goede voorbereiding. Wat heb jij gedaan om je voor te bereiden? 6 jaar lang geoefend. Dat is wel een goede voorbereiding. Waar moesten we ons op voorbereiden? Ja. Jezus, wat een vraag allemaal, zeg. En voordat we alle regels gaan overtreden, zie je eerst langzaam een soort ruzie ontstaan tussen Sean en Julia. Ik kan opstaan, maar jullie hebben niks aan de hand. Nee. Kom maar. Yo, ik ben naakt. Wessel! Oh, op je bil! Respect! Dit is pas content. Sean, als je die op mij gooit, dan heb je echt een probleem. Sorry, dat wilde ik doen. Sorry. Ik wil nog iets zeggen. Ja, ga maar lager zitten. Dit was die bal. Broer en zusliefde. Oké, jullie aan de rug. Nee, niet doen! Verdomme! Nee! En we beginnen nu meteen met de regels verbreken. Kleinere gebruikers dan jezelf hebben altijd voorrang. En toen hadden ze weer ruzie. Oh, ik heb nog nooit zo snel gezien. Oh, hij is kapot. Ik ga Sean echt zo. Nee, het was zo grappig. Wijk reageer als je Sean een rotzak jongen vindt. Wat zei ze? En toen hadden we nog een heel heftig moment dat we Sean zijn ergste nachtmerrie tegenkwamen. Kijk uit. Ja, ik weet nog er hangt hier een workout apparaat. Oh mijn god. Stop. Oh mijn god. Die stond er heel dichtbij. Oh mijn god. Pas op. Niet dichtbij komen. Oh mijn god. Pas nou op. Je hebt verrekt iets in je rug, hè? Hier. Ik heb kapot van mijn schoenen uit. Wow, en dan valt me trouwens nu pas op wat een lekker shirt dat Joch aan heeft. Ik vind het ook lekker zitten, maar ik draag meer meisjes. En ook, wow. Dit is joh, kijk eens even. Oh, trouwens. Oh, dit is Ik zie jou in je broek. Het heeft wel echt een grote reet. Ja, wil je er dat ik op je ga zitten? Oh. Het blijft een raadsel wat het is tussen die twee, want hierna hadden ze weer ruzie. Jezus. Daar gaat. Oh ja, weet je dan de vorige keer dat je dat probeerde? Beïnvloedt de sprong van andere gebruikers op geen enkele manier. Ik kan nog steeds! Niet roken. Ik heb dus nog nooit gerookt, dus ik weet oprecht niet hoe ik een sigaret moet vastpakken. Hé, maar doe maar even zo. Rookwolkje. Oh, hij komt tegen mijn gezicht aan. Geen toegang onder invloed van alcohol of drugs. Maar je ziet ook helemaal dat je geen sigaret in je hand hebt. Sean, als je vanaf hier in die basket gooit, dan krijg je een kusje van Joel. Op je mond. Wat? Dat hoeft niet eens. Op mijn mond? Ja. Als ik hem raak gooi. Ja. Dan moet ik. Oh. Je wilde het niet. Ik wilde ook niet op jouw uitgedroogde, gore mond. Ja. Rot al op! Oh, ik hoop zo dat je hebt ook uitgedroogde voor, lippen, maar dan. Nou, ja, ja, ik heb nog steeds op mijn toppen door het. Nou! Ik ben kapot, man. Geen toegang in geval van gezondheidsproblemen, blessure of zwangerschap.
Ik denk dat niemand snapt wat je nu bent. Ik ben zwanger. Van Sean? Het is shot! Weet je nog de vorige keer dat je hier probeerde te slingen? Ja. Wacht, hoeveel had ik er vorige keer? Nul. Yes! Yes! Kom op, verder! Kom op! Je kan dit, je kan dit, je kan dit! Slingeren! Ik ben trots op je! Ja, laat maar zitten. Jezus. Wat een bol. Hij is koud. En nu Sean. Je moet aan de zijkant volgens mij. Oh, van Geen kauwgum of snoep. Sean? Jezus, jij kan er echt geen hol van. Oké, nu ben ik. Jezus! Jules probeerde eens te dunken. Wat is dunken? De aanhanger. Oh. Het lukte er ook gewoon nog. Ik ben nog serieus. Ik val nog steeds. Join eten en drink coin. Zo. Ja, dat is wel lekker dan. Wow, neem maar wat pauze. Zag je dat gezicht van een psycho? Ja, zeg maar. Meisje pijn. Maar hij wint het dus niet. Gaan we winnen. Maar je wilde toch niet winnen, Sean? Oh. Nee. Geen scherpe voorwerpen. En daardoor deed Sean opeens iets heel raars. Oké, Sean. Ga je daar echt van af? Nee. Nee. De vorige keer ook zo. Niet. Joh, dit is geen goed idee dat Sean dit doet. Maar doe het. Kan wel toch, Lars? Ik weet zeker dat je dit gaat doen, Sean. Ik kan het wel vanaf hier, zo. Ja. Dat jij, ben jij, wie ben jij gewoon? Jij? Iedereen ook gewoon, Sean, jij? Wow! Nou, niet doe, waarom doe je dat? Nu ik erover nadenk, zou ik het toch wel doen. Dit. Holy fuck! Er is gewoon nog je mobiel bij je. Huh? Je viel er gewoon uit. Hey. Oh! Oh, yes! Oké, Sean. Vorige keer, weet je nog wat er gebeurde? Hoe ben ik hier dan gekomen? Ik heb je daar opgelegd. Dit is je moment om het te herkansen. Ik ben getraind, jongen. Hij is atleet geworden in de tussentijd. Ja, nu serieus. Ja, zo ken ik hem weer. Ja. Oh, ik kan het. Hey, trouwens, ik weet toch waarom je dit allemaal kan. Kijk het. Shit, brille afzetten. En land altijd op beide voeten. Nu moest Julia natuurlijk ook nog proberen om een keer. Zo, voice crack. Om een keer op dat ding te springen. Meer omhoog? Meer omhoog! Meer omhoog! Meer omhoog! Oh. Je springt, ja zo. Verder haar en dan. Maar ik ben bang dat ik er tegenaan knal. Nou, als je gewoon voorzichtig springt, dan knal je er in ieder geval niet tegenaan. Oh. Ik kan niet onze schuld geven dat jij gewoon recht vooruit springt. Oh shit. Ik moet nog een keer. En omhoog en omhoog. Ja! 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 Je kan dit, Joel. Maar hoe dan? Oh, dat wil ik ook kunnen. Nu krijg je allemaal dingen in de reacties met. Ik ben Anker, ik ben 12. Ik heb dat ook gedaan en mij lukt het wel. Dat is echt waar. Ja, laat die jongen, kom op. Oh, yeah. Nou, check nu, je bent echt van prijs. Geen tenen meer. Ja, maar wacht even, ik ga uit mijn concentratie. Oh. Fuck you. Wat, hoezo? Ja, gewoon wat jij bent. Eén persoon per trampoline. Oh. Oh. Hey, ben je nog niet op? Die was je zo strek. Ja, hij werkt hier, dat telt niet. Niet staand op springen? Wat een dag, wat een dag, hoor. Doe keren van landa kachuji. Tansamara. Pachen takataka toko. Takatoko teka takataka to. De klaros. Je ziet niet het beste stukje content wat je ooit hebt gemaakt. Het is geweldig, ik ga overspringen! Nee! Sean, wil je plat op je gezicht vallen? Nee.
Hoezo niet? Misschien wordt het daarna beter. Doe dan. Wow! Niet normaal. Oh, ja, hij blijft maar gaan. Het is vrij bijzonder dat hij dit kan. Ja. Dit is echt niet de makkelijke zin. Volledige aanwijzingen personeel op. Hey, jongeman, ga jij eens even die kant op. En om nog het laatste beetje emotie en energie eruit te knallen, gaan we weer net als vorige keer nog even tegen de bal slaan. Ik doe het zoals Shannon. Het is op die bal. En nu het beeld. Hij moet eerst nog een muntje, anders kan ik het niet. Met Sean in gedachten zou Julia al haar energie en kracht in deze ene klap moeten stoppen. Oh! Oh, ja. Wat? 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 Mijn camera ging bijna in mijn hand. Oh. Alle kracht die je had ging die kant op. Ik schaam me zo erg, En wie moet jij dan denken, Sean? Zal ik ze even opnoemen? Zo. Julia. En wow, de Sean nou! Wat is met Sean gebeurd? Ja, even, wat is met jou? Ik weet het niet. Ik ben een tijdje weg geweest. Ik heb het licht gezien. Ik heb wat adem gehaald ook. Ja, ik zie het, ja. Adem eens uit. Nee. Nee. Ik val nog steeds! Oh, ik ben er al! Oh! Nou wel! Ja.